plant in het voorjaar, de volle bloei in de zomer, het afsterven in het najaar en de overgebleven plantenskeletten in de winter. Zo verandert het beeld van de tuin het hele jaar door. Piet Oudolf, tuin- en landschapsarchitect. En ik zal mezelf ook even voorstellen, ik ben Harriet Stoop. Ik sta hier namens de stichting, het bestuur van de stichting van de Vrienden van Singer-Laren. Ik heb de grote eer, Piet, om jou vandaag de Singerprijs 2018 aan jou uit te reiken. Piet, we zijn je met z'n allen ongelooflijk dankbaar voor al jouw zorg en al jouw aandacht voor dit stukje Laren hier in ons midden, waar we met z'n allen staan en waar we, ik weet zeker, nog heel, heel vaak zullen genieten en ons zullen... Ja, even dit. Anja wil zich graag verschuilen, maar eigenlijk zonder haar had ik dit nooit kunnen doen natuurlijk. Dat snap je wel. Ze hoeft niets te zeggen. Nee, Anja, je hoeft niks te zeggen, maar toch heel fijn om eventjes jou hier. Want ik weet, en Piet heeft jou zo vaak genoemd op de momenten dat ik Piet sprak over wat hier allemaal gebeurt, dat jij ongelooflijk belangrijk van bent. En ik merk het ook en op de keer dat ik bij jullie was, op de achtergrond, maar toch eigenlijk helemaal niet. En ik ben je ook heel dankbaar dat we jouw tuin mogen bezoeken. Ja, dat is mooi. Helemaal gedaan, hoor. Ja, heel chique en klaar.